De Centrale Bank van Suriname heeft vorige maand een financieel-economisch educatie-experiment van het Centrum voor Latijns-Amerikaanse Monetaire Studies, CEMLA, uitgevoerd. Het experiment was bedoeld voor jongeren van de vijfde klas van de Sint-Elisabeth-school 2. Het experiment is vanmorgen afgesloten met een certificaatuitreiking. CEMLA wil met dit onderzoek nagaan hoe jongeren omgaan met geld. Volgens Farhanas Houssil, algemeen secretaris van het directieteam van de CBVS, hield het proefproject in dat de leerlingen de basiselementen van het financiële worden bijgebracht. Ze hebben geleerd hoe zij het best kunnen sparen, zegt Houssil. 18 juli was de eerste dag hier. Zijn ze dus in feite opgevangen geworden en er is een verhaal aan ze verteld. De groep is opgedeeld geworden in tweeën. Eén gedeelte heeft het verhaal gehoord, één gedeelte heeft het verhaal niet gehoord. De terugkomstdag vandaag heeft in feite gemaakt dat er dus vragen zijn gesteld aan beide groepen. En het onderwerp is natuurlijk sparen geweest en dan gaat men even kijken van hoe kinderen beantwoorden. Als ze nou de informatie hebben uit het verhaal en de kinderen die beantwoorden zonder de informatie uit het verhaal. Dat is in feite dus het traject dat is gedaan van hoe met de informatie die je hebt over sparen, hoe je dan beantwoordt. En geen informatie over sparen, hoe je dan beantwoordt. We hebben in eerste instantie heeft de bank ze bij de eerste dag ook uitgelegd wat sparen inhoudt. We hebben ze een spaarpot cadeau gemaakt. Bij de terugkomst van de dag vandaag heb ik gevraagd aan de kinderen van wat hebben ze gedaan. Met het spaarpot en ze hebben ook aangegeven van dat zij nu ook begrijpen van dat ze moeten sparen. En dus ook begrijpen van dat het zakgeld dat ze van hun ouders krijgen niet allemaal in één keer hoeven op te maken. Dus ik denk wel dat we een goede basis hebben gelegd. Bij deze school denk ik in elk geval wel. Aan dit experiment was een tekenwedstrijd gekoppeld met als thema de toekomst van ons geld. Volgens Houssil is het van groot belang voor de jongeren als ze worden uitgekozen tot winnaars van deze tekenwedstrijd. In geval wij het winnen, of althans als Suriname dat wint, wordt dus de groep dan in de gelegenheid gesteld om het project te gaan promoten in Mexico. Wat vindt u zelf van de antwoorden die u heeft gehad vanmorgen? Want u heeft die vragen gesteld. En wat vond u zelf van de antwoorden van de kinderen? Ik denk wel dat ze hebben begrepen waar het in feite om gaat. Want ze hebben in feite aangegeven. Ze hebben geleerd hoe ze een spaarplan moeten doen. Ik heb de vraag gesteld van, hebben ze een spaarplan opgesteld? Daar heb ik wel aangegeven dat ze zeggen nee, dat hebben ze nog niet gedaan. Ze hebben geleerd dat ze moeten sparen. En als u kijkt naar de tekeningen. En zoals door de commissie aangegeven die in feite de keuze heeft gemaakt voor de drie winnaartekeningen, hebben ze aangegeven dat ze hebben gelet op hoe men de bank in de toekomst ziet. Als je kijkt naar de tekeningen zal je merken dat sommige van de tekeningen het bankgebouw totaal anders zien. Dus ik denk wel dat de kinderen hebben hun fantasie wel heel goed gebruikt in deze. Farhanas Houssil, algemeen secretaris van het directieteam van de Centrale Bank van Suriname. Ze sprak vanmorgen bij de afsluiting van het financieel-economisch educatie-experiment van het Centrum voor Latijns-Amerikaanse Monetaire Studies, CEMLA. Het project is uitgevoerd onder leerlingen van de vijfde klas van de Sint-Elisabeth-school 2.